De Horsterquiz komt er weer aan. Na een succesvolle eerste editie zal er eind dit jaar een tweede editie komen. Absoluut. Wij verhogen 69 teams en maar liefst 800 deelnemers. Want ieder team bestond uit de man of 10, 15. Dus wees je dik tevreden over de eerste editie. Wanneer kunnen mensen zich inschrijven? De mensen kunnen zich inschrijven vanaf vandaag. En de inschrijvingen kunnen lopen tot begin december. Deze tweede editie, zien er uh, essentiële veranderingen ten opzichte van uh, editie nummer 1? Ja, we hebben vorig jaar geschreven een dorpsquiz voor jong en oud. En dit jaar gaan we er iets meer op insteken door ook voor de jeugd een quiz uh, te maken. Quiz is een jeugdboekje en dat is uh, speciaal gericht op de, de doelgroepen uh, van de basisschoolleeftijd. Dus die kunnen eenzelfde boekje verwachten, maar dan iets kleiner. Wie kunt je aan die vragen? Wie, wie doet je dat? Ja, we zien met uh, zes man organisatie en door een al heel veel vragen bedacht. Maar we hebben ook nog uh, drie vraagbaken die ons eigenlijk helpen op de achtergrond. Dus we hebben heel wat mensen die ons uh, toch wel aan vragen helpen. Nou, is dat een hele gezellige oven? Weinig van vorig jaar. Dat gaat dit jaar ook wel gebeuren. En wie lang moeten mensen dan wachten op toetslaag? Um, de uitslag daar hebben we wel even de tijd voor nu want dat is afhankelijk van het aantal teams wat er dit jaar mee gedoen. We moeten alle bugsjes nauw kijken en dan nemen we toch wel zeker vier weken de tijd voor. Dus de over zal zien zo rond 28 januari. Zijn er nog kosten verbonden aan de deelname? Um, per team schrijven we in voor 10 euro en het kidsboekje als je dat ook erbij wilt hebben, dat is 2,50. En als mensen dit zien en denken van uh, ik wil me inschrijven, wat moeten ze doen dan? Als je wilt inschrijven, dan moet je naar onze website, dat is www.dehorsterquiz.nl en door uh, stonden inschrijfinstructies.